Goedemiddag allemaal, het is nu vandaag. Ja, jullie raden het al. Ja, en vandaag is de grote big day. Het is vandaag dus 19 oktober 2018. Ja, het is nu net 5:15 geweest in de ochtend en om 6:30 dan gaan we weg. Hé meisje. Dus ja, ben ik van deze hangbuikje hier ben ik af. Ja, ik heb gewoon een slip aan, dus ben ik dus van dit hier allemaal af. Ja, ben ik dus van dit af. Als ik er zit, heb ik dit dus. Ja. Precies. We wensen jullie dus heel veel kijkplezier. Hij hier, Ro, mijn aanstaande, gaat jullie meenemen in ons proces vandaag. Het is ook wel mijn proces, want ik word geopereerd. Maar hij heeft het behoorlijk zwaar. Voor de normale vlog en voor de buikwandcorrectie gaat hij jullie gewoon meenemen. Dus wat gezellig. Wat leuk. Dus steun hem een beetje. Het gaat ook wel goed komen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ook voor namens jullie, dat jullie hem gaan steunen. Ook al merkt hij er weinig van. Doe het even zo. Ja, dan gaat het zo meteen wel. 83,5. Ja, in mijn slip en in mijn sport-BH. Kijk maar, hoe ik sta. Kijk maar, hoe ik sta. Jip. Dit is dus zometeen allemaal weg. Goedemorgen allemaal. Ja. Het is nu, hoe laat op jouw horloge? Bijna 6:45. Zoals jullie zien, een hele andere setting. Jip, de buurman heeft ons gebracht. Dankjewel. Buurman, jammie joh. Yep. Maar die jeep die zit wel lekker hoor trouwens. En de jeep die zit wel lekker hoor. Ja. Maar die kost een beetje veel. Och. Ja, echt hè? Precies. Dus ja, we hebben gewoon geduld. Precies. Ja toch? Ja. Dus ja, we wachten het lekker af. Ja. Ja, die moet eruit. Precies. Allergisch voor parasieten. Ja, klopt. Geen NSMD's. Oké. Bloed geprikt? Ja, ook al gedaan heb beneden. Heeft u verder nog andere allergieën? Ik kan niet tegen lactose. Dat kan ik echt niet hebben, want dat is sinds mijn maagverkleining. Lactose? Ja, en ook met kiwi kan ik ook niet tegen. Na de operatie gaat het terug naar de verkoper, tot je goed wakker bent en de pijn onder controle is. En dan gaat u naar de afdeling. Klopt, helemaal correct. Dan gaat het naar afdeling. Oranje. Ja, precies. Als u op de afdeling ligt en u bent geïnstalleerd en ze hebben de controles gedaan, bellen ze uw contactpersoon en dan kan hij naar de afdeling toe komen. Okay. Het kan zo zijn dat de operateur nog even belt in de tussentijd, maar dat betekent niet per se dat u al wakker bent. Dus, nee, precies. Ja, echt op de afdeling bellen ze nog een keer. En het is ook niet altijd dat de operateur belt. Nee, dus, precies. Maar stel dat hij het doet, dan weet u dat. Staat nu. Dat is mooi. Wat wil je nog zeggen tegen de kijkers? Toi, toi, toi. Komt goed? Helemaal goed, ja hoor. Oh, oké. Nou, kus. Natuurlijk, kus. Wat denk jij dan? Ik weet niet. Nou, jij gaat zo meteen lekker. Ik ga het nog even schrijven en dan zie ik jullie later. Is goed. Thuis. Ga de wielen filmen. Ja, is goed. Ga jij van de wielen filmen. Nou. Ja? Yep. Ja, thuis. Doei, doei. Hier. Hey, ik pak die baby zijn, dat zet ik gewoon in de kamer, ja? Nee, zijn dat. Toch mee zijn dat? Ja. Deze. Oh, die doe ik er altijd. Nou, die doen we zo. Ja.
levelen. Dag Livie. Doei doei. Love you. Love you. Zo, ja hoor. Zeker. Moet ze iets doen of zo? Ja? Doe ik zelf. Ja. Beste kijkers. Het is nu 8:15. Als het volgens plan gaat, allemaal ligt Karin nu op de OK. Ze is als eerste aan de beurt. En over 2,5-3 uur is het 10:45 uiterlijk of zo. Iets. 10:45, 10:30, 10:45. Dan pff, moeilijk. Dus 10:45 tot 10:45 ongeveer plus minus. Zou ze klaar moeten zijn met de operatie. Dan gaat ze naar de recoverkamer. En als ze daar een beetje is bijgekomen. En De pijn is acceptabel. Dan krijg ik een belletje. En dan neem ik jullie weer mee. Hoi allemaal. Het is nu 10:45. Dus Karin zou in principe uit de OK moeten zijn. Er is een pakketje binnengekomen. We gaan even kijken wat erin zit. Even kijken. Wat is dat? Spannend, spannend, spannend. Even kijken. Oké. Kijk, het is een sluitband, Louise. Dat is dus een ding voor om je middel ter ondersteuning. Dat ga ik meenemen. Ik zal het in de tas doen. Deze tas. Tas met spullen. Voor vanmiddag voor Karin. Weer op bezoek gaan. Ik verwacht nog een belletje tegen over een uur of twee misschien. Dat ze uit elkaar is, uit de recover is, dat ze weer een beetje bij is, dat de pijn onder controle is. En dat ik naar de toe kan gaan. Dus dan neem ik jullie weer mee. Goedemiddag. Hij was nog niet eens en begonnen. Het is nu 2:45. Ja, kijk, het is nu 2:45 mensen. Waar is de tijd daar? Ja. En de operatie is super gegaan. Ik voel me kiplekker eigenlijk nog. Ja. En ik weet nog niet hoeveel kilo kwijt is. Weg is gehaald. Maar ik ben slank. Kijk, ik ben slank. Het is een beetje raar. Want dit is eigenlijk normaal. Dan zat hier gewoon nog huid. Hè, mijn buik. Dus nou ook niet meer. Dus dat is een beetje aan het flubberen. Het is nu aan het flubberen. Slik. En daar zit mijn mannetje. Hier. Hi. Daar zit mijn BFF en mijn zus. Hallo. En daar is mijn lieve mams. Die ook lekker aan het vloggen is. Hi. 1, 2, 3. Zo, hallo beste mensen. Ja, ik laat even wat zien. Ik ga de buikband nou niet afdoen. Nee, dat ga ik dus nou niet doen. Kijk. Ik heb dus hier al 2 drains zitten. En ik heb hier al dus mijn buikband zitten. En die kan ik dus in principe afdoen. Maar die kan ik wel even doen. Wil je dat? Dat heb ik net ook al gedaan. Dus ik weet wat ik doe. Want ik lig nou toch op bed. Dus wat moet ik in principe doen? Alleen als ik naar de wc ga, dan is het... Moet het ook af. Even ademen. Nou, en hier zit dus mijn nieuwe navel. Nou, ziet er toch netjes uit. En dit is mijn wondjes. Tot helemaal daar. En aan de andere kant. Ja, nou, daar was ik weer. Ja, het eten, het drinken gaat super. Ik heb net al een lekker kippie van even mijn ventje daar gehad.
Dankjewel, schat. Alsjeblieft. Er is nog meer. Wat zei je nou? Alsjeblieft, er is nog meer. Oké, dat is mooi. Alleen voor mij. Als je wil. En ik heb vanavond nog lekker knabbeltjes. Oeh, lekker. En ik ga hem lekker de hele avond lekker pesten. Bellen de hele avond. Okay. Altijd toch? Ja, en dan wil ik bellen om te zeggen dat ik thuis ben. En, Ja hoor, gewoon bellen. Want ik kan gewoon even of u erbij voegen. Of gewoon even Ro even in de wacht zetten. Dat is geen enkel punt hoor. Nou, een hele goede avond alle. Het is nu 7:45. Het is zo'n 15 minuten over tijd. Ja. Maar daar heb ik echt bout aan. Dus eigenlijk tot 7:30 bezoektijd. Kijk maar op en op het lijstje daar al. Dus eigenlijk vanaf die tijd. Bezoektijd. Van 3:30 tot 7:30. Het is maar eigenlijk 2 personen. Maar ja, dan zeg ik, het is een kwartiertje over tijd, maar heb ik echt bout aan. Hij is tenminste lekker rustig, zat weer. Hij is tenminste lekker rustig. Ik was vanmiddag toch nog even iets te veel voor me, maar... Yo. Ik heb ze even gezien en daar gaat het om. Hallo allemaal, het is inmiddels 10:45 s'avonds. Ik hoop dat jullie deze video leuk gevonden hebben, interessant gevonden hebben, waardevol gevonden hebben. ik ben een beetje moe inmiddels. Het is een lange dag geweest. Karen ligt nog in het ziekenhuis. Ik hoop dat ze morgen weer een beetje is, aan de betere hand is, zodat ze thuis kan komen. En ik zou zeggen, laat een reactie achter op deze video. Abonneer op dit kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. En vergeet niet te delen op social media. Ik zou zeggen, fijne avond nog. Doei.